komen zal. Hij zit op je rug. Hij zit op Sanna-keer, op Sanna-keer, op Sanna-keer, op Sanna-keer, op Sanna-keer, op Sanna-keer, op voor de keer. Hij zit op Sanna-keer, op Sanna-keer, op Sanna-keer, op Sanna-keer, op Sanna-keer, op Sanna-keer, op dan elkaar gaan laten zien hoe slim wij zijn over in de ruimte. Ja! Oké. Gaan we nu af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Want zo had ik eens een meisje van groep 1, die was 4 jaar en ze zei mij, kijk, zegt ze, ik heb een probleem op school. En ik vroeg haar, welk is dat nu probleem? Ja, zegt ze, als er kindjes zijn die bij ons op het speelplein vechten, dan worden die door de juf die toezicht houdt uit elkaar gehaald. En dat vind ik wel prima, zegt ze, want je mag niet vechten. Ik zeg, nee, dat klopt, dat mag je wel niet doen. Maar weet je wat ik heel erg vind, zegt ze? Als dan die kindjes uit elkaar gehaald worden, dan moeten die op het speelplein tegen de muur staan en dan moeten die daar blijven staan tot het einde van de speelperiode. Ze zegt, maar dat is wel lastig, hè? Want dat wil dus zeggen dat iedereen die op dat speelplein passeert, die twee kinderen daar tegen de muur ziet staan en weet dat ze iets gedaan hebben dat ze niet hadden mogen doen. En dat moet toch niet iedereen kunnen zien, zegt ze. Draai even om. Hoe heet de hoofdstation? Zo, wij noemen dat Pinyin. Waar de kinderen op de school bij heen om te leren. Wat? We moeten kijken of iedereen present is. Oké. We zijn compleet. Zijn jullie compleet? Oh, daarom de groene kaart. Ja, daarom de groene kaart. Zijn we compleet, dames? Ja, is iedereen er?
Ja. 7, C is er ook. Mooi. Jessica, ben je er zelf? Ja, maar mijn kinderen zijn met Hilda mee, dus die... Oh, daar. Ja, ja. Mooi. 4A, 4B. Ja. Jantine. Jantine is er, yes. Ook is er ook.